Hi, ik ben Linda Bisschop en ik wil het vandaag met je hebben over falen. Falen is een algemene angst die we hebben. Vaak zijn we bang dat we iets niet goed doen, dat anderen verkeerd over ons gaan denken als we iets niet goed doen. En wat gebeurt er als ik een fout maak? En doordat we zo'n angst hebben om te falen, zijn we best wel onzeker. En dat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig en ik zal je in deze video uitleggen waarom dat zo is. Als je nooit faalt, ik zal momenteel de deur in huis vallen, dan zorgt dat ervoor dat je nooit groeit. Dat je altijd op hetzelfde level blijft als waarin het nu zit. En daarna zijn we ook veel te streng voor onszelf. Vaak nog veel strenger voor onszelf als dat we voor anderen zijn. Al gaat het om dingen opleveren, om dingen doen, om dingen goed doen, om gerecht te maken. Alles moet gewoon in één keer perfect gaan. En ik ga je uitleggen waar die angst vandaan komt en hoe je er heel makkelijk voor kan zorgen dat je er minder geen last meer voor hebt. Je kunt je angst om te falen eigenlijk vergelijken met een zonnige plek op jouw ideale vakantiebestemming. Je staat aan het randje van het water, klaar om je onder te dompelen in dat heerlijke, warme water. En toch durf je alleen maar met je tenen in het water te gaan. De stap maken om te gaan zwemmen, dat durf je niet. Je blijft op de kant en je kijkt maar om je heen naar al die mensen die wel lekker aan het zwemmen zijn, die wel plezier maken. Want iets houdt jou tegen om in het water te stappen. Er is weerstand in jezelf waardoor je niet durft, waardoor je niet gaat. Maar is die weerstand ook gegrond? Ben je bang voor iets wat onder water zit? Of iets wat je niet kunt zien? Of denk je, joh, het is helemaal niet gegrond, stap gewoon dat water in en geniet gewoon lekker van je vakantie en ga ervoor. Wanneer je angst hebt om te falen, is het eigenlijk hetzelfde als het voorbeeld dat ik net schets. Je blijft aan het randje staan, je wil iets wel doen, maar je durft het eigenlijk niet. En daardoor zul je eigenlijk nooit de stap nemen om je dromen waar te gaan maken. Om te doen wat je heel graag wil, omdat je gewoon heel bang bent dat je gaat falen. En daardoor zul je die stap niet nemen. Maar draai het een keertje om. Wat als we nooit falen? Wat als als niemand dat doet? Zal er dan nog iets nieuws gebeuren? Zullen mensen dan nog nieuwe dingen ontwikkelen? Zullen mensen dan nog groeien in wie ze zijn en wat ze doen? Ik denk het niet. Ik denk dat falen juist heel belangrijk is om stappen te kunnen maken op weg naar jouw doel. Want elke keer als je faalt, merk je, dit was misschien niet de manier. Misschien moet ik het anders doen. Of je krijgt ideeën en suggesties van andere mensen aangereikt waar je zelf nog helemaal niet over nagedacht hebt. Maar je moet jezelf wel toestaan om te durven falen. Toestaan dat het misschien niet in één keer goed gaat. En toestaan dat je stappen moet gaan maken. En die gaat soms met twee stappen vooruit, een stapje terug, weer twee stappen vooruit en weer een stapje terug. Maar aan het eind van het verhaal heb je altijd nog twee stappen vooruit gemaakt en jezelf verder ontwikkeld. Maar denk nou eens na over anderen die iets gedaan hebben wat niet meteen lukte. Wat vond jij daarvan? Vond jij ze ontzettende losers? Of dacht je, nou ja, kan gebeuren. Probeer het gewoon nog een keer. En dan gaat het waarschijnlijk wel goed. Ik vind het goed dat je het probeert en ik ben daar trots op. We hebben bijvoorbeeld je kinderen. Of je collega's. Als die een keer iets moesten doen wat niet in één keer goed ging. Of misschien de buurvrouw die haar muur ging verven, maar wat niet in één keer dekte. Ja, boeiend. Probeer het gewoon nog een keer. Ga eroverheen en een tweede laag dekt het waarschijnlijk wel. Als een kind wil leren fietsen zonder zijwieltjes, dan valt het ook niet één keer om de eerste keer en denkt het, ja, kan ik niet, ik ga dat nooit meer doen, doe je de groeten. Ik heb er geen zin meer in. Of wanneer een kind leert lopen, dan zal die ook niet in één keer opgeven. Nee, die zal telkens weer gaan staan, terug op zijn billen vallen, even huilen en denken, ik ga het gewoon nog een keer proberen, want ik kan dit ook. Ik zie het al die mensen om me heen proberen, ik wil het ook en ik ga het bereiken ook. En die krabbelt weer op, die gaat weer staan, die trekt zich omhoog aan de tafel. Die geeft hem een banaan in zijn handen. En uiteindelijk zal hij stappen gaan maken en kan hij gewoon zelfstandig wandelen. En zo zit het ook met jou. Je moet niet te hard voor jezelf zijn op het gebied van falen. Want dat is gewoon echt nergens voor nodig. Je hoeft niet zo streng voor jezelf te zijn. Anderen zijn dat ook niet voor jou. Angst om te falen kun je op een aantal manieren herkennen. En wat er vaak gebeurt is dat je weerstand voelt. Weerstand om iets te doen. Die weerstand zorgt ervoor dat je in je comfortzone blijft en dat je niet wil veranderen. En veelal komt er dan een als-dan situatie. Dus bijvoorbeeld, als ik voldoende geld verdien, dan ga ik sparen voor mijn droom.
als ik de juiste opleiding gevolgd heb, dan ga ik solliciteren voor die baan. En als ik wat ben afgevallen, dan ga ik leuke jurkjes dragen. Als ik meer energie heb, dan ga ik... Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Je snapt wel, denk ik, wat ik bedoel en waar ik naartoe wil. Eigenlijk alles wat je hier aan het doen bent, is jezelf belemmeren in het leven van jouw droomleven. Want je creëert geen overvloed in jouw leven, omdat je onbewust grenzen aan het stellen bent in wat je kan en wat je mag van jezelf. En die overtuigingen die je eigenlijk daar hebt, in dat als-dan situatie van bijvoorbeeld over ik verdien niet genoeg geld. Bijvoorbeeld als ik voldoende geld verdien, dan ga ik sparen voor mijn droom. Dat ligt onbewust aan ten grondslag. Ik verdien niet voldoende geld. Ik ben het niet waard om genoeg geld te verdienen. Ik kan dat nooit bereiken. Ik moet eerst nog andere stappen maken om mijn doel te bereiken. En zo limiteer je jezelf eigenlijk met een muur om je heen, waardoor je niet verder kan groeien. En misschien is dat met sommige gevallen ook zo, dat het je niet gaat lukken. Maar als je het niet probeert, dan zul je het ook nooit weten. Ja, en als je dingen niet probeert, dan zul je ook geen andere manieren vinden om iets wel te doen. Hè, misschien op de eerste keer mislukt en in plaats van rechtsom linksom gaan en lukt het dan wel. Het is ook een goede oefening om het voor jezelf inzichtelijk te maken waar je dan zo bang voor bent. He, dus ik wil graag een nieuwe baan, maar ik ben er bang voor dat ik niet voldoende kennis heb. Dat anderen meer ervaring hebben. En daarop kun je dan voor jezelf uitschrijven waarvoor je dan per se bang bent. He, want het ergste wat je kan gebeuren wanneer je die stap neemt om te solliciteren voor een nieuwe baan, is dat mensen je afwijzen omdat je niet voldoende ervaring hebt. Maar daar kun je ook wat van leren, namelijk dat je een opleiding kunt volgen. Of dat er trainingen zijn die jou kunnen helpen. Of misschien nemen die mensen je juist wel aan, want vinden ze het heel fijn dat jij ervaring hebt op een ander vlak, wat zij nog missen in de organisatie. We moeten eigenlijk iets minder invullen wat anderen voor ons denken en wat meer de vrijheid aan onszelf geven om te geloven in onze eigen kracht en ons eigen kunnen. Want wij kunnen alles waarmaken wat we maar willen, maar we moeten er wel voor gaan. We moeten er wel actie voor ondernemen. En het effect van een oefening die ik op lindabisschop.nl heb neergeschreven in de blog Angst om te falen, komt er eigenlijk op neer dat je gaat kijken, wat is iets wat ik graag wil bereiken? Waar ben ik bang voor? Wat is het ergste wat mij kan gebeuren en wat kan ik daarvoor leren? En door die stappen te ondernemen en door die stappen uit te schrijven, dat raad ik je wel aan, zul je zien dat je comfortzone al een stukje ruimer wordt. En dat je denkt, hé, mijn angst was eigenlijk niet zo gegrond. Mijn angst slaat nergens op. Ik kan dit prima doen. Waar wacht ik nog op? Waarom zou ik het niet nu al doen? Dus die oefening met die aantal punten naast elkaar, doe dat gewoon vooral voor jezelf als je merkt dat er weerstand is om iets te doen. Als ik een nieuwe auto heb, dan ga ik een verre reis maken. Als ik die opleiding gevolgd heb, dan ga ik mijn droombaan achterna. Als je zulke soort situaties voor jezelf kunt bedenken, doe die oefening. En zorg dat je een groot beeld krijgt van wat je angst precies is. En op welke manier je kunt falen. En wat de consequentie daar dan van is. Want waarschijnlijk is die niet zo heel groot als dat je denkt. Mocht je hulp willen om je angsten te overwinnen, kun je altijd via mijn website een gratis kennismakingssessie inplannen. Dat kan op lindabisschop.nl/afspraak maken. En dan kun je een gratis sessie inboeken van, het zal zijn een half uurtje. En daarin ga ik je uitleggen wat ik precies doe. Maar ik ga ook naar jou kijken, naar jouw grootste beperking. En die gaan we dan ook meteen weghalen, zodat je daar in de toekomst geen last meer van hebt. En dat is gewoon helemaal gratis. Hieronder in de reacties zie je de link naar mijn website en kun je dus zelf je afspraak inplannen wanneer het jou uitkomt. Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. Ik help je graag.